Mijn vader is een beetje raar. Hij denkt dat we naar de F1 moeten werken in plaats van naar de hogere F's. Wat is dan de hoogste? Wat is dan de hoogste F? F12 volgens mij. Nee, F20. Heel goed. Nou, ga maar door met je paard opzadelen. Wat leuk dat je ook een keer in beeld komt. Mijn vader die heeft ook TikTok. Alleen hij wil geen filmpjes maken. Doe een duimpje omhoog als je ook wilt dat papa ook filmpjes gaat maken op TikTok. Nou, pa, filmpjes maken hè? Duimpjes omhoog! Ik zie geen enkel duimpje omhoog. Helaas. Nou, zoals mijn vader net al zei, van ik ga F-proefjes doen. F7 ga ik vandaag doen. Want ik heb mijn theorie de vorige keer gehaald bij de F6. Dus dan ga ik vandaag de F7 doen voor de allereerste keer. Ik vind het wel nog een beetje spannend. Want deze keer zitten er twee nieuwe figuren in, volgens mij. De slang volte met 4 blogen. En de gebroken lijn met een volte erin. Dus die moet ik nog wel voor oefenen. Ik ben mijn papiertje thuis vergeten wat ik moet oefenen. Maar ik denk dat ik het nog wel in mijn hoofd heb. Dat die kont is best wel gespierd. Dat is alleen maar spier. Niet dat je denkt van hé, wat is die, weet je wel. Maar het is gewoon een hele stevige pony. Nou, ik ben Blondie aan het instappen. Dadelijk ga ik in draven, galopperen, dat soort dingen. En ik ben best wel zenuwachtig. Ik ga zo allemaal dingetjes oefenen. Dus, Nou, ik ga mijn proefje rijden. Blondie en ik hebben even kijken. 64 minuten ingereden, losgereden, maar we gaan hem toch nog een proefje doen. En wat doe jij in het dagelijks leven? Nou, in het dagelijks leven geef ik jou les en help ik jou met Blondie natuurlijk. Ja. Nou, ik doe samen met mijn moeder en mijn zusje, hoe zeg ik dat? Hun doen samen de manege met de drietjes. Ja. Heel gezellig. En daar rij je bij paard, geven we les en... Ja, zijn we de hele dag met de paard bezig. En natuurlijk kom jij elke donderdag met Blondie. En nu gaan we even kijken naar jouw proefje wat jij hebt gereden. Want jij was echt super tevreden. Ja. En super blij met het commentaar. Ja, want ik heb in de BB 200 punten gereden. Ik bedoel in de F en een S. F7. Het is de eerste keer F7. En meestal, als je een promotiepunt wil halen, heb je 210 nodig. Ik heb er 200 gehaald. Dat komt niet echt in de buurt en ik heb nog nooit zo laag gehaald. Gaan we maar even kijken hoe dat komt. Ja, dat is natuurlijk niet leuk. Het is niet leuk voor jou, het is ook niet leuk voor mij en het is ook niet leuk voor Blondie natuurlijk. Ja. Dus wat we nu gaan doen, en dat is eigenlijk wat we wel vaker doen, hè, of eigenlijk altijd na een proef, dan vraag ik altijd, willen jullie de protocollen meenemen? Of willen jullie een filmpje maken van het proefje, zodat we kunnen zien waar het mis is gegaan of juist waar het heel erg goed is gegaan. Want om te analyseren waar het minder goed ging is eigenlijk net zo belangrijk als om te kijken waar het heel erg goed ging. Zodat je daar ook zelfvertrouwen van krijgt en dat je daar ook op door kan. Dus ik kan nu wel vast een paar dingen zeggen waar het niet op goed ging. Oh, nou vertel. Want de letter A, want je hebt een hele bak en dan heb je het heb je alle Friese boeren met centen hebben een koe. En dan? Hebben een koe door X gemolken. Oh, echt? Ja. Door X gemolken? Nou, we hebben vast één geleerd. Dus dan heb je dat en dan begint het bij de A. Dat is, hier is de C en daar is de A. Mm-hmm. Gaat goed. Vertel maar door. En de A vond ze echt heel spannend. Ja, ze vond de poebak spannend. Haar spiegelbeeld vindt ze spannend. Terwijl ze normaal gesproken super graag naar zichzelf kijkt. Echt, het is een diva klasse 1. Ik ben eigenlijk nog steeds benieuwd waarom ze dat deed. Misschien komen we er nu wel achter. Ja, wie weet. Nou, we gaan eens even kijken.
Ja, dus dat is wat we doen. We doen dan het filmpje gaan we bekijken en we gaan het protocol erbij houden. En jouw gevoel en ervaring natuurlijk. En dan gaan we hier even bespreken en kijken waar het goed ging en waar iets minder goed. Ja. En waar we wat aan kunnen doen en waar we dan natuurlijk in de les aan kunnen werken. En wat jij, waar je zelf aan kan werken om het volgende proefje beter te laten gaan. En nou moet je natuurlijk niet te veel focussen op de punten, al is het alleen maar je gevoel. Maar we hebben wel het filmpje natuurlijk al even gekeken en we hebben natuurlijk wel gezien dat het niet per se heel erg misging op de proef zelf, maar dat Blondie gewoon heel erg gespannen was in de proef. En jij ook. En dat het eigenlijk daarom was waarom het een beetje misging. Oké, jullie kunnen live met me meeluisteren. Alleen de jury kan mij niet horen. Blondie is een beetje nerveus. Dus als de camera aanstaat, kunnen jullie me horen. Ik mag eigenlijk niet praten, maar ik doe het wel. Oké, kijk, hier zie je al dat ze het een beetje spannend vindt. En dan laat je daar eigenlijk heel lief kijken. Maar dat is eigenlijk leuk voor in je training. Maar ik zou dat eigenlijk niet doen. Als ik zie, voel je, want je weet eigenlijk wel dat hij het spannend vindt. En dan ga je hem er toch nog heel erg inrijden. Waardoor je eigenlijk haar laat weten van, oh kijk, dit is echt heel erg eng. Ja. En dan zelf ook een beetje gespannen. Hè, doe je dat dan? Dus je hebt eigenlijk, als je erin gaat, twee keuzes als je paard het eng vindt. Of je gaat erin mee. En je denkt, nou ja, dan gebeurt er dus dit. Of je gaat rijden. Terwijl ik zou dan adviseren om dan volgende keer, als dat gebeurt, als je dat spannend vindt, dat je daar dan even die tijd, dat je nu eigenlijk een beetje doelloos natuurlijk, dat rondje stapt. Mm-hmm. Dat je dan even zegt, oké, dat vindt hij eng. Snijd dan een beetje af. En rijd daar dan een paar keer een volte langs. En dan kan je haar steeds een beetje meer daar naartoe schuiven. Oké, nou dan gaan we nu afwenden bij de A. Nou, dan vindt ze dat natuurlijk weer spannend. Dan maak je daar nog een volte. Nou, dat doe je dan natuurlijk goed, hè, dat je niet gelijk af gaat wenden. Want je was ook nog niet afgewend, dus dat mag. Nou, dan is dit natuurlijk een beetje. Dit kan natuurlijk niet, dat is natuurlijk logisch. Nou, halt houden, hol. Ja, zo echt een beetje erbij. Ja, maar kijk, dit is natuurlijk. Dat dit gebeurt, dat is natuurlijk niet hoe we dat willen. En dat is logisch dat je daar een 6 en een. Nou, ik vind die 6 voor de AX binnenkomen nog best wel. Dat vind ik best wel hoog. Hè? Want je komt eigenlijk een soort op de hoek omgescheurd. En dan halt houden naast de AC-lijn. Nou, dat is dan een 5. Dat is logisch zo in de F7. Maar ja, als jij natuurlijk heel netjes door die hoek had kunnen rijden, mooi had kunnen voorbereiden, rechtuit gehad, was dit natuurlijk allemaal heel veel beter geweest. Dus ja, hier kan je niet veel voor anders doen dan. Nee. Dat je nu hebt gedaan. Je hebt het gewoon netjes gedaan. Nou is het natuurlijk sowieso lastig om door te zitten op een pony die de rug nog niet ontspant en die zo gespannen is. Dit is juist wel makkelijk. Oké, ja. Maar ja, eigenlijk als je gaat doorzitten wil je dat natuurlijk eigenlijk doen op een pony die de rug of een paard die de rug ontspant. En zij is natuurlijk al gespannen en dan loopt ze natuurlijk een beetje zo en dan moet jij ook nog eens eigenlijk op je harde rug gaan doorzitten en dat doe jij heel lief, hè, want je blijft heel heel netjes zitten, je gaat ook niet hard zitten. Maar dat is, je ziet ook dat zij er een klein beetje loperig op wordt. Logisch eigenlijk. Dat is wat je eigenlijk altijd ziet als je op een jong paard door gaat zitten. Of op een paard wat gespannen is. Dan kan je zelf ook niet super fijn zitten natuurlijk. Het ligt natuurlijk ook een beetje de kern van het waarom dit gebeurt. Hè? Je weet dat hij het eng vindt. Nou, dan zou je dus kunnen zeggen, dan ga ik alvast een klein beetje afsnijden. Dan snik ik een beetje die hoek en nu rij je hem eigenlijk een beetje heel erg die hoek in. En dan, ja, dan vindt hij dat natuurlijk nog enger, want hij wordt echt soort voor het gevaar in zijn, nu die spiegel, dat is dan nu het gevaar, wordt hij gezet. Nou, daar schrikt hij van. Nou, je blijft super rustig, dus dat vind ik al dat je dat heel erg goed doet. Je maakt een volte. Nou, dan hebben we natuurlijk een min 2, dat is logisch. Hè? Je hebt altijd als je iets doet wat niet gevraagd wordt, krijg je daar min 2 voor. Doe je dat nog een keer, krijg je min 4. Doe je dat nog een keer, krijg je min 6. En doe je het nog een keer, nou dan word je uitgebeld. Hè. Dus dan mag je niet meer door. Nou, altijd. Stem mag natuurlijk niet, maar als ze zo het spannend vinden, dan zou ik altijd een beetje kletsen tegen je pony. Als je dan ook weer een beetje kletst, dan ga je ook weer zelf weer ademhalen. Want soms ga je zo hoog in je ademhaling omdat er spanning is in je pony. Als je dan een beetje gewoon even praat, dan moet je ook weer ademhalen. Meestal praat ik ook wel, alleen dan niet altijd op een eentje positieve manier. Nee, en dan ga je dus dan probeer dan iets liefs te zeggen tegen pony. Of iets bemoedigends te zeggen tegen jezelf. Tils op maat maken. Nou, dat ging eigenlijk ook heel netjes. Een 6 is dan vrij matig. Vind ik dat wel. Kijk, ik vind dat je dan, zeker omdat je doet dat teugels op maat maken, doe je hartstikke netjes. Dat gaat ook gewoon goed. En als je dan al zo iemand in de proef hebt
waarvan je ziet dat ze struggelt en dat het lastig is. En we zijn met opbouwende kritiek bezig. Dan denk ik, nou ja, zou daar misschien een zeventje niet beter passend zijn? Ja. Nou, of diegene dacht gewoon, nou, je doet heel de proef al slecht, dan is dit ook slecht. Dat kan ook. Het is wel heel vaak zo, als je natuurlijk goed binnenkomt en de eerste paar onderdelen goed uitvoert, dat je als je dan iets minder doet, dat je daar dan sneller een hoger punt voor krijgt. Dan zeggen natuurlijk alle jongens, dat is niet waar. Maar dat zien we eigenlijk altijd dat wel zo is. Maar ja, dat kan. En het kan ook zijn dat zij het niet goed genoeg vond. Dat kan natuurlijk ook. Ik kan niet in haar gedachten. Ik kan nu alleen zeggen wat ik ervan vind. En dat ik dan denk, nou ja, misschien was een zeventje wel leuk geweest. Nou, ik zou zeggen inderdaad, voor als je in het M rijdt vind ik het wel aarzelend, maar voor in de F7 vind ik het prima aandraven. Kijk, en dat is natuurlijk echt nog wel heel lastig, maar als je op een gegeven moment daar beter in wordt en je voelt het aankomen, dan kan je hem dus ietsjes de hoek afsnijden, die hoek ietsjes inwijken, waardoor je haar hoofd een beetje van het gevaar noem ik het altijd, de spiegel in dit geval, of hetgene wat ze eng vindt, en daar dan zachtjes een beetje naartoe wijken. Dat is iets wat je zou kunnen meenemen om dat te doen, maar dat is ook iets wat je dan eigenlijk gewoon in je training al steeds meer moet doen. Dat je daar zelf comfortabel mee bent. Je kan dat niet opeens nooit doen en dan in de proef denken, oh ja, want dan moest ik dat en dat doen. Dat wordt natuurlijk heel erg lastig. En als het ook is, als ik in een proef zit, vergeet ik ineens alles wat ik heb geleerd. Nou, dat hebben we net. Dan is het een soort los. En dan denk ik, hoe moet ik dit doen? Dan denk ik gewoon, oké, de makkelijkste oplossing is even vol te draaien. En ja, en het enige wat je daaraan kan doen is gewoon heel vaak en heel veel, nou ja, niet elke dag en niet dat je je pony ermee overbelast natuurlijk, maar gewoon veel proeven rijden. Want een proefrijden is echt iets, nou ja, totaal is misschien niet het goede woord, maar heel anders als in de training rijden. Je kan in je training nog je paard zo goed voor elkaar hebben, maar als jij in de proef je focus verliest of spanning krijgt, dan is het gewoon heel anders. En dan zeggen mensen heel vaak, ja, mijn paard is gespannen in de ring of mijn paard wil niet in de ring. Dat voel je altijd door jezelf. Nou ja, niet alles natuurlijk, want een paard wordt natuurlijk ook opeens op een ander terrein. Het is ook allemaal anders. Je wordt opeens van het losrijden met misschien wel 10 paarden opeens in zijn eentje in een baan gedropt. Maar vaak knijpen wij onze benen, hè, krijgen wij ook spierspanning, waardoor dat paard ook denkt, ja, maar ik wil wel vooruit, maar kan niet vooruit. Ik word tegengehouden. Dus ja, dat heeft zoveel, het is gewoon voor het paard en voor de ruiter gewoon ervaring opdoen. Stiller met je handenbogen netter verdelen. Nou, dat stiller met je handen, denk ik dat ze daar het begin mee bedoelt, hè, want daar ga jij ietsjes natuurlijk, daar schrikt zij. Oh, dan doe je een keer een... Doe ik even van, oeh? Ja, even een keer een... Ja, en dan iets heftigere ophouding dan. Normaal daardoor, ja, dus de bogen niet goed verdeeld. Daar zie je door dat deze boog is ietsjes groter geworden natuurlijk. En dat doe je eigenlijk nu heel netjes oplossen. Storing bij K. Nou, dan vind ik eigenlijk die 6 nog best wel heel erg lief. Want ja, daar is gewoon eigenlijk mislukt. Ja, we moeten over de hoefslag rijden. Nou, dat gebeurt niet. Dat is logisch dat je daar een 5 voor hebt. Een volte, mooie rondrijden. Nou, dat rondrijden wordt ook beter naarmate je natuurlijk iets meer in de lengtebuiging kan rijden. Want nu gaat hij eigenlijk de hele volte in de verkeerde stelling. Mm-hmm. Maar ja, iets te volgen. Nou ja, hier kan je dan ook niks meer aan doen. Als het nou echt zo is dat je paard of pony in de volte al uit galop valt. Of dat je echt denkt, nou, ik heb nog tijd om aan te galopperen. Galoppeer dan altijd aan, want dan krijg je voor je overgang eigenlijk, ja, meestal nog wel gewoon een redelijk punt. Zo als je denkt, nou ja, laat maar zitten, want het is toch al mislukt, dat is niet waar. Dus probeer altijd om toch nog aan te galopperen, zodat je die overgang kan rijden. Hoofd van hand veranderen. Nou, netjes die hoek gereden. Volt als het goed is een 6. Deze volt is natuurlijk daar, is ze iets meer in de juiste buiging. Zie je dat? Goed dat je hier een beetje lengte geeft, zodat ze een beetje kan ontspannen. Ik heb hier een prachtige microfoon. Ik heb een proefje gereden. Het ging niet helemaal volgens plan, om het zo te zeggen. Het ging niet slecht, maar het ging ook niet goed. Want normaal gesproken is ze echt een diva en kijkt ze heel erg graag naar zichzelf in de spiegel. Nu vond ze haar spiegelbeeld eng. Poepen doet ze ook graag. De poepbak vond ze doodeng. Dus ze wou niet echt bij de A, wou ze. Dus op een gegeven moment moest ik halt houden en groeten. Dus moest ik bij de A afwenden. Toen dacht ik, ja, weet je wat? Ze wil er toch niet langs.
ik ga het ook niet proberen. Ze wou ook niet verder. Dus ik ging er zo langs. Bij de X zei Kim nog even snel van... stappen. Ik heb even snel zo stappen. En dan toch halt gehouden. Gegroet. Uiteindelijk... heeft ze toch wel goed gedaan. Ik was wel een beetje verdrietig erna. Want de vorige keer ging het supergoed. Was ik tweede geworden. En nu gaan we voor de troostprijs. Ja. Het is inmiddels 5:00. En ik heb een proefje gereden. Ik ben tevreden, maar ook weer niet. Want ik heb echt hele slechte punten gereden. Ik heb 200 punten gekregen. Maar dat doet er niet echt toe. Want we zijn de proef doorgekomen. En ik heb volgens mijn moeder de beste proef uit mijn hele paardrijcarrière gereden. Dus ik ben trots op mezelf en ook op Blondie, ook al ging het niet even lekker. Daarna heb ik 1,5 uur de F1 voor zitten lezen, want de F1 duurt 10 minuten per proefje. En heb ik een chocola de reep gehad van Margriet. Dus, dan heb ik toch nog mijn troostprijs die ik zo graag wou. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video en waar kunnen we jou weer terugvinden? Wij zijn ook op YouTube te vinden op het kanaal van Meneesje de Arkhoeven. Ja. Abonneer op ons kanaal en op het kanaal van Meneesje de Arkhoeven. Doe een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal, dat heb ik al gezegd. Maar ik zei het nog een keer voor de duidelijkheid. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei! Doei!